Hallo, volgens de klassieke elementenleer bestaat alle materie uit vier elementen. Water, lucht, aarde en vuur. En als kind van de jaren 90 denk ik bij de elementenleer altijd aan Captain Planet. Earth, fire, wind, water. By your powers combined, I am Captain Planet. Die elementen water, lucht, aarde en vuur uit Captain Planet komen overeen met de theorie van de Griekse filosoof Empedocles. Maar het element hart is er een beetje bij gefrommeld. Het is een soort romantische toevoeging van de klimaatdrammers avant la lettre. Want Captain Planet die strijdt voor een gezond milieu. En ja, als milieuvervuiler heb je gewoonweg geen hart. As the old saying goes, into every life a little acid rain must fall. In de roman De Elementen van Harry Mulisch laat de schrijver het verhaal voorafgaan met een motto. En dat bevat een citaat van Empedocles, waarin de vier elementen worden genoemd, plus nog de natuurkrachten, liefde en haat, die invloed uitoefenen op die basiselementen. Mulisch baseerde zich in dit boek, net als de seriemakers van Captain Planet, op vijf elementen en voegde naast de basis vier het element quintessens toe. Het naar Plato's theorie goddelijke element, een immaterieel element. Dat staat voor het wezenlijke, oftewel het hart. De element is opgebouwd uit vijf hoofdstukken die elk een element als titel hebben gekregen. En waar de eerste vier elementhoofdstukken een redelijk gangbaar verhaal bevatten met een bijzondere vertelvorm, maar daarover straks meer, daar is het laatste hoofdstuk dat slechts uit twee bladzijden bestaat wat vaag, met een bijzondere vorm van licht geschreven met een kruis erdoor, waarbij de schrijver richting de oneindigheid wijst. Voor wie de ontdekking van de hemel nog een beetje in zijn geheugen heeft zitten, weet dat Mulisch wel wat heeft met filosofietjes rondom oneindigheid, licht, goddelijkheid en het verdwijnpunt. De eenwording van alles, de eenheid van tegenpolen, zoals ook de laatste zin uit het voorlaatste hoofdstuk van de elementen beschrijft. Het vuur, de lucht, het water, de aarde, alles valt nu samen in dit moment, dat niet meer tot de tijd behoort, maar tot de eeuwigheid. En die samenkomst van elementen beschrijft hier de dood van hoofdpersoon Dick Bender. En ook de eenheid van tegenpolen komt meerdere malen terug in het boek, vaak in combinatie met de eeuwigheid en met geboorte en dood. Bijvoorbeeld in een flashback waarbij Dick en zijn vrouw Regina hun eerste kind verwekken. Ze worden samen één, terwijl op de achtergrond een lied klinkt over de dood van Che Guevara. Als een hypnotisch eeuwige herhaling die de tijd vernietigde in je kamer. En zo heb je ook Dick die zegt dat hij leeft om te sterven. Beschrijft hij de geboorte van zijn dochter Ida, waarbij hij zijn eigen moeder zag. En de hermafrodiet, tegenpolen man en vrouw in één, die hij op de bodem van de zee vindt. Maar deze video heeft niet tot doel om een opsomming te geven van dit soort motiefjes. Ik wil me richten op het laatste hoofdstuk en de bijzondere vertelvorm van de elementen. Want het is geschreven in een niet zo gangbare jij-vorm. Nu kun je dit perspectief zien als een variant op de ik-vorm, waarbij je net als bij het ik-perspectief je vereenzelvigt met de hoofdpersoon. Maar Mulisch maakt het complexer dan dat. Want soms mag je vereenzelvigen, maar al aan het begin van het boek wijst de verteller erop dat jij als lezer ook aanwezig bent in het boek en dus niet vanaf de zijlijn toekijkt. Neem het volgende. Stel, je hebt het hele jaar hard gewerkt en nu ben je met vakantie op Kreta. De kans dat het werkelijk zo is, is klein. Bijna even klein als de kans dat je een Kretenser bent. Waarschijnlijk zit je gewoon thuis, ergens in het noorden onder de leeslamp. Maar laten we eens aannemen dat je nu de zomer op Kreta doorbrengt en een man bent. Mulisch gebruikt vanaf het begin consequent de je-vorm. Maar in dit citaat staat de je soms voor de lezer en de andere keer staat het voor de lezer als hoofdpersoon. Daarnaast moet je actief meedoen van de verteller, vandaar ook twee keer de gebiedende wijs. Ter vergelijking, het boek had ook kunnen beginnen met je hebt het hele jaar hard gewerkt. Mulisch gebruikt hier dus de mogelijkheden van het perspectief, waarbij er een driehoeksrelatie ontstaat. Het experiment dat wij beiden hier met ons drieën ondernemen. Bij een ik-perspectief is de lezer de voyeur, maar deze constructie zorgt ervoor dat de verteller de voyeur is die naar jou, de lezer, als personage kijkt. De verteller speelt de baas en daarbij voel je ook steeds een beetje bekeken. Thuis trek je je zwembroek aan en je gespt je waterdichte horloge, je kompas en je dieptemeter om je polsen, ofschoon je niet van plan bent echt te duiken. Je controleert de spanning van het persluchtapparaat en gaat meteen terug. Het verhaal van de elementen is redelijk eenvoudig samen te vatten. Een man, Dick Bender, art director, zit in een midlife crisis en heeft een huwelijkscrisis met zijn vrouw Regina. Samen met zijn vrouw en twee kinderen is hij op vakantie op Kreta en daar sterft hij op een erg ongelukkige en toevallige wijze. De bijzondere omstandigheden van deze dood komen uit een bekend broodje aap verhaal dat je wellicht kunt kennen uit de intro van de film.
Magnolia. Maar het toeval van deze dood is slechts schijn, want zoals gezegd leeft Dick om te sterven. Dit personage bestaat bij de gratie dat hij aan zijn einde komt. En hoe? Dat heeft zijn vrouw Regina al voorspeld, die hem in stilte heeft toegeroepen dat hij kan doodvallen. En na de dood van Dick blijft het goddelijke element over, Quintessence. Een hoofdstuk waarin de verteller niet meer via het personage praat, maar de lezer toespreekt. De lezer die nog oneindig te lezen heeft en een verteller die nog oneindig te schrijven heeft. De verteller beschrijft iets bliksemends, iets oneindigs, wat een geschenk is naar alles wat de verteller, de jij, de lezer, heeft aangedaan. En ervan uitgaande dat verteller en lezer snappen wat er bedoeld wordt met dat, eindigt hij met een laatste opdracht in een gebiedende wijs. Sla dan dit kleine boek dicht, Phoenix. Verrijs uit je as. Deze metafoor van de mythische vogel die geboren wordt uit het as van zijn eigen dood, deze beeldspraak fungeert in de elementen als een typering van de relatie tussen de verteller en de lezer. En zo blijkt de jij-vorm niet alleen een speelse opdracht te zijn of een manier om een Big Brother-achtig gevoel op te wekken met een verteller die jou in de gaten houdt. Want diezelfde verteller moet aan het einde bekennen dat hij jou, de lezer, nodig heeft. Daarbij spreekt hij zelfs een jij toe die nog niet eerder in het verhaal aanwezig was. Een jij die de driehoeksverhouding tussen lezer, verteller en personage weer in gang moet zetten. Iemand moet die pagina's omslaan. Remember, the power is yours! Dick Bender is niet dood, want je hoeft alleen maar weer op die eerste pagina te beginnen. En dit personage is als een feniks herrezen uit de dood. Hij leeft om te sterven, maar ook om telkens opnieuw te kunnen bestaan. In mijn begin is mijn einde, het einde is het begin. Zo mompelt hij in zichzelf, zich even bewust van zijn rol als personage in een verhaal. Die wederafhankelijkheid tussen een lezer, de schrijver en een verhaal speelt in meerdere boeken van Moulish een rol. Denk aan Twee vrouwen, De pupil, De procedure en De ontdekking van de hemel. Maar nergens wordt deze zo letterlijk als in De elementen met een commanderende verteller en een jij-vertelperspectief dat meerdere lagen bespeelt. Tot in de eeuwigheid. Althans, zo zou de schrijver het willen.